Het is 13 juli, de dag voor de nationale feestdag van Frankrijk, de 14 juli. En de Tour is al richting de Alpen en Wimbledon nadert ook al zijn finales. Ik wilde graag beginnen met het vraaguur. Ja. Heeft er nog iemand een opmerking? Ja? Nee? Ik zou graag beginnen met mevrouw van den Meeberg. En die heeft een vraag over tankstations. Helemaal uit de tijd natuurlijk, tankstations. Brandstofverkooppunten, voorzitter. Dank u wel. Ik kan mij goed herinneren dat wij in 2016 een stuk met elkaar hebben vastgesteld, commerciële voorzieningen. Dat ging over de locatie van brandstofverkooppunten. En toen hebben we met elkaar voorgenomen dat we die meer en meer buiten de bewoonde bebouwde kom zouden gaan zetten. En hebben we die nota herzien en vernieuwd. Maar nog steeds was dat het voornemen. Nou, we zien ook dat dat gebeurt, maar lang nog niet overal. Zo reed ik laatst door Graan voor Vis en er staat nog een tankstation bijna tegen een flat aan. Ik vroeg me af of de wethouder ons even kan meenemen in hoe staat het ermee en wat kunnen we verwachten. Heeft u nog iets van ons nodig? Dank u wel. Ja, mevrouw van den Meeberg, ik zit al te overleggen van wie ik deze vraag kan doorspelen. Ze wijzen naar elkaar. Meneer Nobel. Ik heb wel een vermoeden. Oh, ik dacht mevrouw Ruigrok. Oké, mevrouw Ruigrok weet het antwoord niet, dus ik ga mijn best doen om u van een antwoord te voorzien. In ieder geval bij een van de twee tankstations denk ik dat dat kan, namelijk het Shell tankstation wat in Graafvis-Zuid ligt. Op dat gebied hebben we natuurlijk BVG gevestigd en ja, we zijn ook bezig te kijken van wat kan er in dat gebied. Uiteindelijk is het logisch, hè, als je dat gebied wilt ontwikkelen, zeker met woningen, dat dat tankstation wordt uitgeplaatst. Maar we zijn natuurlijk wel afhankelijk ook van eigenaren van die tankstations, hoe snel dat kan. En dat is denk ik ook het antwoord op de vraag van het tankstation wat in Graafvis ligt bij de rotonde. Ik denk dat u dat tankstation bedoelt. Ja, daar ligt geen WVG op, maar ja, ook daarvan hebben we tegen elkaar gezegd. Op termijn zouden we dat niet willen. Maar ook daar geldt, ja, we zijn wel afhankelijk van ondernemers. En ja, we willen ook met elkaar, denk ik, als zo'n bedrijf wordt uitgeplaatst. Het liefst zien we dat natuurlijk dat dat door ontwikkelaars gebeurt. Want als wij dat zouden moeten doen en die ondernemers niet van plan om weg te gaan, ja, dan wordt het een hele ingewikkelde procedure of het gaat ons heel veel geld kosten. Mevrouw van den Meeberg, tevreden met het antwoord? Heel goed, dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede vraag van meneer Blankenstein. Blankenstein van de VVD. Ik wil een vraag stellen met betrekking tot meerwaarde. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Afgelopen maandag was ik aanwezig bij de vergadering van de wijkraad van Floriande. En daar was meerwaarde onder andere ook aanwezig om een presentatie te geven. Echter deed een deel van die inhoud van die presentatie mijn wenkbrauwen fronsen. Zo werd door medewerkers van meerwaarde verteld dat zij een buurthuis in Floriande willen hebben. Meerwaarde weet echter heel goed dat er voor ons als gemeente financieel zwaar weer aankomt en dat wij dus helemaal geen geld hebben om zo'n buurthuis te plaatsen. Toch geeft meerwaarde door die uitspraken wel het idee aan wijkbewoners dat een buurthuis mogelijk zou zijn, ondanks dat ze weten dat het niet kan. Daarom heeft mijn fractie de volgende vragen voor het college. Namelijk, wat vindt het college ervan dat meerwaarde uitspraken doet over dat ze meer buurthuizen willen, ondanks dat ze weten dat het financieel niet mogelijk is en ze toch door die uitspraken te doen valse verwachtingen scheppen bij inwoners? En twee, wil het college hierover in gesprek gaan met weer meerwaarde om dit in de toekomst te voorkomen? Dank u wel, dat is een duidelijke vraag. Nu het college. Mevrouw van der Meij. Dank u wel, voorzitter. Meneer Blankenstein, dank u wel voor uw vraag. Kijk, wat meerwaarde zou willen, dat is natuurlijk aan meerwaarde. Die ziet dingen gebeuren in een wijk en die koppelt daar, zeg maar, plannen aan voor zichzelf. Ik ben met u eens dat misschien niet helemaal fair is, want ze weten inderdaad, net zoals wij allemaal in deze raad en ook veel inwoners inmiddels wel, dat er voor
extra buurthuizen nou niet echt geld op de plank ligt. En ook dat we vooral eigenlijk inzetten op multifunctioneel gebruik van verschillende ruimtes. En die zijn er ook in Florianden. Dat is overigens dan weer niet helemaal mijn portefeuille, want dat ligt bij mijn collega die over het maatschappelijk vastgoed gaat. Maar laat ik kort zeggen dat ik snap waar uw vraag vandaan komt en dat ik het een signaal vind wat ik zeker met meerwaarde zal opnemen. Dank u wel. Meneer Blankenstein, bent u tevreden met het antwoord? Oké. Dan gaan we door naar meneer Klaassen van de HAP. En dat gaat over de veiligheid bij bushaltes. Ja, voorzitter, dank u wel. Kleine nuance, de veiligheid bij busbanen. Wij zien nu weer de zomer, die is in volle gang. En iedereen die trekt er weer op uit met de fiets, met de auto, lopend naar alle plekken om te recreëren. En zo moeten we heel veel inwoners van ons de busbaan doorkruisen bij Tolenburg. En nou zagen wij op Twitter een filmpje voorbij komen van een automobilist met een fietser ernaast. En die automobilist die zag het stoplicht op oranje staan, die stopt netjes. En daar komt een bus die komt, terwijl het stoplicht nog oranje is, keihard voorbij rijden. De fietser ernaast die heeft aangegeven aan de automobilist: ik zag je stilstaan, daarom ben ik gestopt. Als je niet was gestopt, dan was ik doorgereden. En dat had grote ellende en behoorlijke letselschade met zich meegebracht. Dus wij wilden graag vragen aan de wethouder. Kan er gekeken worden of nagevraagd worden hoeveel ongelukken er bij die oversteekplaatsen zijn? En of er voldoende tijd bij de VRI, de verkeersregelinstallaties, oftewel de stoplichten zijn, en of die eventueel aangepast moet worden. En daarnaast nog een kleine, met een echt een technisch inhoudelijke vraag: is er data beschikbaar van de verkeerslussen om te zien hoe vaak mensen daardoor rood rijden? Of is die data niet beschikbaar? Oké, dank u wel voor de vraag. Dan gaan we door naar mevrouw Ruigerok. Ja, dank u wel, meneer Klaassen. Ja, ik ga het direct laten uitzoeken. Ik weet uit mijn hoofd niet of we tellussen data hebben. Maar als dat er is, dan gaan we dat ook beschikbaar stellen. Maar ik moet even uit laten zoeken hoe het zit en ook met het aantal ongelukken. Dank u wel. Tevreden, meneer Klaassen? Ik heb verder geen aangemelde vragen. Zijn er nog vragen opgekomen nu? Ah, meneer Schaap. Hop. Excuus, wat zei u? Meneer Schaap, Forza. Oh ja, die ken ik wel, ja. Gelukkig. Ik wilde even kijken of u opletten. Je bent heel scherp. Ja, weet ik. Jij ook. Wil je aan de scene zitten? Nee. Voorzitter, enige tijd geleden hebben we vernomen dat Hotel De Beurs een nieuwe eigenaar heeft gekregen. Deze heeft besloten om de naam die al 160 jaar aan het gebouw hangt te veranderen. Natuurlijk kunnen we niet tegenhouden dat de ondernemer de naam van zijn zaak verandert. Maar het pand maakt onderdeel uit van een lokaal beschermd dorpsgezicht. Het oude kruispunt van het voormalige Kruisdorp met vier gebouwen met de naam Marktplein Kerk, Oude Raadhuis, Polderhuis en Hotel De Beurs. De vraag: valt de naam zelf, die op heel veel plekken ook online, in City Marketing Musea, het Beursplein natuurlijk, en in de visie beschermd stadsgezicht genoemd wordt, ook onder die bescherming? Kan die naam zomaar gewijzigd worden? Dan gaan we vragen. Het college. Mevrouw Ruigerok. Dank. Ja, ik denk dat dat kan, dat die naam zomaar gewijzigd kan worden. Ik kan nog wel even checken hoe dat zit met dat beschermd dorpsgezicht. Maar ik had ook iets meegekregen dat juist ook de verkopende partij dat aan had gegeven. Ik ga het uitzoeken, maar ik vrees dat het aan de ondernemer is om die naamgeving te veranderen. Sorry. Tevreden, meneer Schaap? Nou, als ik daar even kort op mag reageren, dan heb ik een vraag en dan mag de wethouder ook schriftelijk op terugkomen. Is dat gewenst? Recentelijk zijn ons ook ontvallen al de Meersen, het Pierka, het cultuurgebouw. Er verdwijnen steeds meer historische namen die ook in de volksmond gebruikt zijn. Is het niet mogelijk om te kijken, is dat gewenst? En kunnen we niet kijken of misschien de ondernemer misschien er wel voor open staat om de nieuwe naam met de oude naam te wisselen, of dat die oude naam op het pand aanwezig blijft? Dat is in Amsterdam was er ook een discussie over Hotel Amerikaan. Dat werd door het Hard Rock Café Hotel overgenomen. En daar is ook zo'n compromis ontstaan. Hotel Hard Rock Hotel Amerikaan. Als voorbeeld. Doe er wat mee. Ja. Alsjeblieft. Ik ga vragen aan mevrouw Ruigerok of ze er wat mee wil doen.
ik ga in gesprek met de ondernemer, maar u kent ons, wij leggen dus liefst zo min mogelijk regels op. En we zullen even kijken wat daaruit gaat komen. Ja, mooie antwoord. Zijn er verder nog vragen? Ah, meneer Vermeulen, Forza. Ja, ik wil een vraag eigenlijk stellen juist over het opleggen van regels. Dus ik hoop toch dat er af en toe nog wel regels bestaan. We hebben al een paar keer diverse fracties overigens aandacht gevraagd voor situatie in Zwanenburg. Aan de wil gedaan met het daarachter gelegen terrein waar zich de prefabriek bevindt. En ik weet dat er een aantal wethouders mee bezig geweest zijn met de geluidsoverlast al daar. En ik wilde eigenlijk vragen hoe het daarmee stond. De wethouder geluidsoverlast, wederom mevrouw Ruigrok. Nee hoor, dat wethouder economie. En toevallig weet ik dat hier een gesprek gepland staat. Dus dat wij hiermee in contact zijn. Ik weet de uitkomsten nog niet, maar we hebben wel contact. Goed zo. Verder nog vragen? Ah, meneer Schaap nog eenmaal. Ja, nog een keer. We hebben nog wat tijd over. En mevrouw Ruigrok zit er net zo lekker in. Dus volgende vraag aan haar. Nou, eet smakelijk. Excuus. Nou, ik weet dat de wethouder cultuur graag regelmatig verwijst naar de cultuuratlas van de gemeente. Op haar kunstwoensdagen op Twitter. Maar tot mijn verbazing merkte ik op dat deze offline is. Waarom? En toen hij nog wel online was, merkte ik ook op dat hij niet heel actueel meer was. Oude gemeentelogo, monumenten die verhuisd zijn, die nog op oud adres staan. En überhaupt halen die de Spaarwouden er nog niet bij. Wat is de huidige status van de cultuuratlas? De cultuuratlas, mevrouw Ruigrok. Die wordt vernieuwd. En dat is er nu gaande. Hoorde u dat? Dank u wel. Gaan we door naar meneer Rip van der Hap. Ja, voorzitter. Ik wil graag een algemene vraag stellen over onze waterhuishouding. En ik doe dat omdat ik in de rit hier naartoe, ik in de sloten keek en daar ik gewoon een heel veel vissen op hun rug zien zwemmen. En dat is niet goed. Ik zeg ik ook eigenlijk een beetje in het kader van de voorgaande situaties die we in het Haarlemmermeerse Bos hebben gehad. Dus ik wilde graag weten van het college, hebben wij goed zicht met dit warme weer op onze waterhuishouding en hoe de stand van zaken is in onze poldersloten? Dank u wel, meneer Rip. Het college. Ik zal contact opnemen met Rijnland hierover, want vissen die op hun rug zwemmen, die zwemmen denk ik niet meer zo hard. Maar het is natuurlijk wel heel erg droog geweest. Hè? Dus, en misschien kan het wel zijn dat ook door de harde regen vissen misschien zijn overleden. Kan ook nog. Maar ik ga eens even uitvogelen, meneer Rip, wat er aan de hand is. En misschien is het wel zo dat die vissen er gewoon uitgehaald moeten worden die dood zijn. Want het kan ook niet gezond zijn, lijkt mij zo. Nou, het is heel dichtbij. Oh, sorry, voorzitter. Het is heel dichtbij. Het zit in deze sloot. Nog een 500 meter verderop. Nou, ga ik zo even vissen. Ja, misschien kan de wethouder beter niet uitvogelen, maar uitvissen. Ja. Verder nog een vraag? Ik zal een hengeltje uitwerpen. Geen vragen meer. Jammer, dan sluiten we deze sessie.